gaan mensen naar boven. Ja. Weet je wat? Helemaal prima. Dit helpt niet. Iedere keer één. Je mag stoks kopen. Ja, stop hier maar. Ja, ik kan toch nergens anders naartoe. Ja. Nou, Dragon Lord, ga eens naar rechts hier. Ah, kom weer daarop. Echt, ik heb het gevoel alsof hun daar de hele tijd op komen. Mm-hmm. Is inderdaad een beetje kloten. Nou, wat heb je? All suit, roll one en lose all your suits. Ja, dat is makkelijk. Dat is 1/6 kans om al je suits te verliezen. Welke heb je nodig? Die heb je nog nodig, dus. Oeh, inderdaad. Dus je was nog net voor haar. Het enige probleem is dat voor het hartje moet weer een hele ronde doen. Ja. Je hebt de optie, je hoeft het niet te doen. Dus ik kan sproezen als ik dat zou willen. Het probleem is, ik kan hier elke keer blijven sproezen, maar niemand gaat deze straat in. Nee, precies. Dus ik denk dat ik heel veel mee wacht. Ja, snap ik. Snap ik, en dat is ook op zich ook slim. Nou, nu hebben we Patty hiermee gepakt. Ik ben alleen niet blij dat het Dragon Lord is. Dragon Lord gaat. Ja. Oh. We worden gewoon... Vandaar dat hij S-tier is, denk ik. Trouwens, Patty is ook S-tier. Ja, maar ik van Dragon Lord weet ik het niet, want soms speelt hij super slim en soms vraag je af wie controlt hem nu eigenlijk. Ja, je maakt toch een close uit. Ja, voor mij. Ik heb geen grote shop eraan, verdomme. Ik heb geen grote shop daarin zitten. Oh, dat dus. Nog? What the fuck? Ja, maar ja, die stond al zo lang open. Als ik de agency had, had ik hem gesniped, maar ja. Zou dit het eerste board zijn waarin wij verliezen van de CPU? Er gebeurt straks toch iets waardoor jij wint. Nee, oh, ik mag nu naar links. Wat? Lijkt me niet, anders loop ik misschien een rondje uit, man. Ja, precies. Ja, ik heb ook niks om te onderhandelen, dus ja, dat, laat maar. Gooi er maar in. Ja, heb ik andere opties? Nee. Dus ik doe dit maar. Ja. Lul. Het is echt een lul. Nee. Hij heeft een monopolie, maar daar investeert hij niet in. Het is Youngest 2.0. Ja, daarvoor moet hij eerst nog zijn ding verkopen. Ja. Ik zie het nog gebeuren zo meteen ook. Jij moet soms nog de hele straat door, hè? Dus. Mm-hmm. Ik weet, dit was ook niet van plan om te kopen. Nee. Ik ga op de bank. Ja. Iedereen investeert in G, maar niemand gaat naar G toe. Dus waarom zou je investeren in G? Dat ze nou zelf een keer naar G gaan. Jij denkt straks komt er een moment dat mensen er langs gaan. Nou, ik zie die 1106 al aankomen, dus. Ah, krijg echt dit vuile vinkertering, dankjewel. En hier zie je dus weer, we worden weer geworpen. Ah. Waar naartoe? Naar hem weer. Ah. Het is de meest onnozele plek voor zoiets, maar ja.
2-2. Ja, Patty zou mooi zijn als hij niet 2 gooit, maar die gooit geen 2. Opnieuw, waarom zou... Ik snap niet waarom ze willen gaan spruisen in dingen. Ja, dit snap ik echt wel hoor, want nu moeten ze straks. Ja, nee, klopt. Maar over het algemeen, ook met Dragon Lord destijds, van waarom ga je dingen in dingen spruisen waar je of geen monopolie hebt, of waar niemand terecht komt. 2. 3. Dat is geen 2. Ja, sowieso een shock. Nee, ik snap hem ook. Liefst zou ik hem ook niet willen verkopen, maar ja, ik breek die monopolie, breek ik ook niet. Kom op, Patty, koop hem. Nee. Nee. Jammer, dus hij heeft bijna een monopolie. Ja, maar daar heb ik het, moet hij eerst nog mijnen van. Ja, en ook die van mij nog. Ik heb ook nog eentje staan. Nou, maar misschien wil hij me maar ruilen voor die andere. Nou, wie weet. Wel een goeie, dan ga ik het eens proberen. Ik ga geen extra geld verbreken. 2! Oh, voor niks. Ik heb geen verstand. Oké. Hij loopt al niet voor. Bij de overkopen. Ja, maar dat maakt niet zo uit. Zou kunnen dat ze hem gaan overkopen. Nee. Ik snap hem niet. Ik snap hem niet. Het is wel een beetje... Een beetje rode draad in deze video's, hè? Ja, we snappen de AI niet. Nee, stop dan maar wel. Ja, vooral als niemand er komt. Eerst een simpel antwoord. Wat moet ik anders? Geld sparen voordat je kan betalen als je op iemand komt. Ja, maar dat heeft geen zin. Want als ik op de Dragon Lords dingen terecht kom, dus of die tax office of die andere, dan breek die Monopoly al kapot. Dus dan kan ik net zo goed maar gewoon ingaan. Oh, je wordt die homman omgeven. Maar ik ga geen geld erbij betalen. Nou niet. Dat is je laatste kans. Nou, omdat hij dicht is. Ja. Maar dat bedoel ik dus. Daarom is het echt kut dat ze dat gedaan heeft. Ja. Weer, hè? Nee, dat is niet degene die je nodig hebt. Je hebt de hard nodig. Ja, dat weet ik, maar ze komen elke keer op dit vakje. Ja. In eerste plaats, hartstikke mooi. Ja, maar mooi van Dragon Lord. Ik kan waarschijnlijk geen shop kopen. Die fake land kan je even kopen. Ja, voor 200 gold, maar dan moet ik waarschijnlijk iets voor mezelf gaan verkopen. Dus niet. Oh ja, helemaal prima joh. Oké. Okay. Ik niet snap. Nee. Nou, op de ene kant snap ik hem wel, want hij was waarschijnlijk van plan om dat ding weer te kopen. Hartje, die moest ik nog. Ja? Nee, gelijk toch. Nou, dan kan je een ding afmaken. Doe maar in mijn district, alsjeblieft.
Nee. Heeft. Wat een gevaarlijk district. Nee. Ga naar rechts. Mooi. Ga naar rechts. Eindelijk. Oké, ik ga nu iets doen wat heel raar is, maar het gaat misschien wel helpen. Aan mij? Ja. Wil ik dit? Nee, dan heb je twee dingen om soms in te ruilen voor die ene home. Oh, ja, dat is waar. Ja, heb je ook wel geld. Want de shops zijn dicht, dus ik kan de ronde afmaken. Mooi. Maar kijk, als ik laag had gegooid, had ik kunnen investeren in die kleine. En misschien gooit hij nu één. Doet hij niet, maar misschien. Ja. Je wist het niet. Een lulletje roze water. Ja, nu kan ik die twee gaan verkopen. Gaan wisselen, kijken of dat lukt. Kijk, ik ga nu bijna negatief 458, ja. Kom op. Dat niet. Ja. Nou ja, dan zie ik het. Ja, even kijken. Ik weet niet of ik dat wil, want ik heb niet zoveel geld. Ja. Ja, ik ga wel bijna promotie en hoef ik niet te betalen. Ja, dat niet. Ja. Doe maar gewoon vol in. 501 op die. Het is of 666 of 1350 of het is niks. Dus. Misschien heb je geluk, misschien niet, wie weet. Want betalen doen ze beide niet echt. Nee. Kom op twee. Net niet. Ja. Mooi. Welke shops? Maar kijk, dus 1, 2, 3, 4, 5. Naar Vrouwen is ook gewoon geen shops, hè? Nou, prima. Nou, kijk, dat is wat te betalen. En dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik iedere keer dat ding aan jou geef. Super logisch, investeer degene waar ik op sta. Ja. Ik krijg er wel de stocks van, maar. Ja, hij moet nog steeds 5000 voordat hij er is. Ja, Spoes heeft nog een zin meer. Ik heb een idee. Wat is jouw idee? Ik denk van mijn circus een home gaan maken. Ja. En dat ik gewoon elke keer onderlangs gaan kijken of ik op die home kan komen. Ja, en ik heb hetzelfde idee. Ja. Ik ga niet van die boot. Die. Bedoel je die? Ja, daar ga ik misschien een home van maken, ja. Maar volgens mij moet je, daar moet je voor betalen, toch? Ja, maar het is niet heel veel. Kijk maar. Het is maar 650 wat je ervoor moet betalen. Oké. Okay. Oh, hij heeft twee homes. Ja. Ja, ga je er dan geen home voor maken? Ah nee, dan is het nog extra. Nee, kijk maar hoeveel home ik er nog van kan maken. Ja, dat klopt, maar jij bent dan eerst. Ja, ik ben er bijna. Iets te snel. Nee, maar weer gaan mijn winkels dicht. Die ook? Nee, klopt niet. Oh, nou, dat kan Patty zo één gooien. Dan kan Patty zo één gooien. Ja, dan hoop ik inderdaad dat Patty één gooit. En als het weer zo'n magneet was als voorheen.
Je weet, misschien land ik het nog net. Duke. Hij staat ook niet zo wat voor. Een promotion. Fijn, fijn. Mooiste, stel je Bowser, jou en mijne bij elkaar op. Ja. Dan zijn we net iets meer dan Dragon Lord nu, dankzij jouw promotie. Ja. Even kijken. Geest, de beste, ja. Ding is, ik kan ook wel op jou gaan landen, maar dat heeft ook geen zin. 1. 5. Oeh, het is van een klein doosje, denk ik. Als de mushroom is, speelt ze vals. Ja. Het is een mushroom. Speelt ze nu vals? Ze speelt vals. Dat is mijn hele probleem met Patty. Ze heeft niks. Ja. Ja, dat heeft ze. Dat is best een gevaarlijk punt, hoor. Zeker moet jij aan de andere kant al zo gepunt. Ja. En aangezien iedereen dan voor haar kiest, omdat het dan minder ja, is. Ja, precies. Ja, de shops gaan dicht. Nou, het is toch mijn straat. Ja. Maar wie weet, misschien nodigt het dan mensen uit om die kant op te gaan. Nou, komt iets voor je vrij. Nice! Dat is dan denk ik wel minder. Ah, ik weet wat hij gaat doen. Hij gaat zijn value omhoog gooien door die shops niet erin te gooien. En zo meteen komt hij op zijn target amount. 20.000 is het target amount, hè? 20.000, ja. Maar dan is hij ook al bijna, hè? Ja, maar hij moet heel veel geld betalen nog voor ze. Hij moet nog heel veel stocks buiten halen. Ja. Nou, hij is bijna al zijn stocks kwijt in jouw stuk. Ja. Je kan nu dat ding gaan renoveren. Ja, ja, ik ben bezig. Het is jammer van de circus tent, maar een homie is inderdaad nog beter. Zeven. Zet geen zoon aan het dijk mee. Dan 7 dit, wordt nee toch? Volgens mij heb ik zo'n paar keer 7 gegooid. Okay. Dus dat kan volgens mij wel. Wow. Ja. Twee. Niet gegroeid. Nee. Ja, dat moet de kant op. Moses, ik heb een promotie. Yay. Maar ik denk niet dat ik die ronde terug kan maken. Ja, ik heb niks meer. Oh, wat lullig nou. Ja, je hebt ook wel een beetje veel gespruced. Ja, maar ja, dan veel andere opties had ik ook niet echt. Ja. Nu is het veel interessanter om die kant op te gaan. Het valt op zich wel mee. Het is nog steeds niet interessant om die kant op te gaan. Nee. Lama. Nee. Ik loop mijn ronde af en ik hoop dat ik niet tussendoor helemaal op de kop ga. Want ja, het is waar. Ik heb inderdaad veel gespoest, maar... Laat ik eerlijk zijn, veel andere opties had ik ook niet echt. Ga naar zo'n rechts. Ja. Vind ik daar meer een doel mee. Nee, gewoon niet meer die kant op gaan. Nee.
game gun me alsjeblieft. Nou, de game gunde mij niet, dus ik hoop dat hij jou gunt. Laat me alsjeblieft één gooien zo. Ja. Het gaat naar mij. Want het is ook niet van, wij gooien dat zo meteen en ze gaan eruit. Nee. Nee. Zo hoog kunnen we niet eens investeren. Heel logisch, Patty. Heel logisch. Ze halveert wel die dingen daar, maar... Maar ze geeft hem wel weer cash. Yep. Dan kan ik betalen en zolang ik nog leef is het goed. Zo speel ik het spel niet ondertussen. Alweer als je op zijn homeland. Buyout. Of gaat hij naar mijn home toe? Kan ook natuurlijk. 1. Mooi. Als jij dan even niet op die hoogte komt. Ja, ik doe mijn best. Nou ja, ik kan één ding doen. 2, 5 of 6. Nee, ik ga ze doen. Aan mij? Eerste ding, als ik op jouw land ben, ik sowieso klaar. Dan ga ik naar de bank toe. Oh, ja. Hun kunnen cheaten, dat kunnen wij ook. Ja. Eerste ding, ik heb liever dat jij wint dan dat AI wint. Dat weiger ik. En eerste ding, als ik kapot ga, want dan zal ze gaan auctionen. Dus liever op deze manier. En weet, misschien leef ik nog hierna. Wie weet, als jij gewoon niet 3 of 4 gooit, dan is er niks aan de hand. Trouwens, 1 is dan ook niet goed, dus je moet ook geen 1 gooien. Nee, ik moet gewoon niet op jou landen, dat is het hele punt hiermee. En als je dan op me landt, doe dan op een van die hoge, want dan haal ik misschien Dragon Lord nog. Nee, maar dat kan ik niet betalen, dus ik weet niet dat... Ik krijg het dan wel als het goed is. Wie weet. Is de Monopoly toch nog van pas gekomen aan het einde van de rit? Yay! Het is alsnog niet genoeg om in de buurt van hem te komen, maar... Hé, hey, wie weet. Nee. Ja, nee, is niet genoeg. Nu heeft Dragon Lord gewonnen. Ja. Ik heb mijn best gedaan, maar... Ja. Veel meer dan dat had ik je ook niet kunnen helpen. Jammer. Oh, eerlijk gezegd vond ik het wel oneerlijk hoe Dragon Lord vol. Ja. Maar ja. Zit erin. Hoort erbij. Bedankt voor het kijken. Ik ben wel steady tweede. Ja, klopt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je graag bij de volgende aflevering weer. Adios amigos, denk ik. Doei!